Het is genieten voor de oude garde die bijna dagelijks langs het trainingsveld staat bij Cambuur. Hun club doet het tot dusver uitstekend en heeft dit seizoen al meer punten behaald dan 5 jaar geleden toen de ploeg degradeerde uit de eredivisie. Een van de revelaties is Alex Bangura. De verdediger maakt tegenwoordig furore als linksback nadat hij 3 jaar geleden de directiekamer van Cambuur binnenstapte met de vraag of hij een andere positie kon krijgen. Ik speelde natuurlijk eerst als linksbuiten. En ik dacht bij mezelf, ja, wat voor positie ga je het, zeg maar, het vers schoppen in het betaald voetbal. Dus heb ik daar gewoon lang over nagedacht. En uiteindelijk heb ik aangeklopt bij de directie. En ook destijds kregen we toen een nieuwe trainer, Henk de Jong. En toen vroeg ik het netjes aan hem of ik linksback kon worden. En hij zei prima, dan word je wel tweede linksback. En dat begreep ik volledig. Bangura kijkt daarbij met een schuin oog naar Denzel Dumfries, de oranje international die deze zomer de overstap maakte van PSV naar internationale. En hij geldt als een grote inspiratiebron voor de verdediger van Cambuur. Hij is al veel verder in zijn ontwikkeling natuurlijk. Maar ik denk dat we beide, ja, dat is wat ik dan denk, gewoon heel veel energie in de wedstrijd stoppen. Ja, op en neer gaan, daar hou ik wel van. Hij denk ik ook wel. Dus heen en weer verdedigen, aanvallen. Dat is wat ik de laatste weken heb geprobeerd te laten zien op het veld. En dat is gewoon mijn spel, dat is gewoon een kwaliteit van me. Een andere onmisbare schakel in het elftal van de Jong is Mees Hoedemakers. De defensieve middenvelder miste dit seizoen nog geen minuut en begint ook in aanvallend opzicht zijn steentje bij te dragen. Met name zijn treffer tegen PEC Zwolle, een schot van 1,20 meter, was van grote schoonheid. Hoedemakers heeft zelf ook het gevoel dat hij nu meer opvalt. Ja, als je zo'n goal maakt, dan zit je ineens voor de camera's en zo. Dus in die zin val je wel meer op, ja. Dus nee. Kijk, het gaat ook meer. Zo'n goal is natuurlijk fantastisch. Dat is echt lekker voor mezelf ook. Maar het gaat natuurlijk ook vooral om het spel in die 90 minuten. Dat je ook daarin je aandeel gewoon, dat het groot is. Dat je met veel duels wint. Dat je elke bal goed vooruit probeert te spelen. Dat is natuurlijk ook dat is ook belangrijk, zeg maar. Dat is ook opvallen voor mijn positie dan. En dat gaat absoluut wel echt met de wedstrijd alweer beter, zeg maar. Hoedemakers speelde bij AZ lange tijd samen met spelers als Teun Koopmeiners, Kelvin Stengs en Myron Boadu, die deze zomer allemaal een mooie transfer maakten naar het buitenland. De middenvelder van Cambuur hoopt in de toekomst dezelfde weg te kunnen bewandelen. Ja, het zou kunnen natuurlijk. Ik geloof erin. Maar ik bekijk het gewoon stap voor stap. Gewoon nuchter daarin. Maar natuurlijk, je hebt die dromen. En ik weet dat de kans is, het zou kunnen, tuurlijk. Ja, die overtuiging heb ik wel. Dat het voor Bangura niet vanzelf is gegaan, blijkt wel uit het feit dat hij in 2018 bij Feyenoord te horen kreeg dat hij niet goed genoeg was. Een boodschap die destijds hard aankwam bij de verdediger. Ja, wel pijnlijk. Ja, natuurlijk, je speelt bij Feyenoord, dan wil je natuurlijk gewoon in de Kuip spelen. Dus daarna dacht ik wel, toen ik te horen kreeg dat ik niet goed genoeg was en weggestuurd werd, dacht ik wel van oké, ja, wat hierna. Ja, gewoon een gat. Wat komt hierna? Als jonge wil je gewoon doorbreken. Toen is de knop wel omgegaan van oké, ik ga er nog wel alles aan doen om in ieder geval het betaald voetbal te halen. En dat was een wijze les.